Hoi en super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Zoals je misschien aan de titel al hebt kunnen zien, wil ik in deze video nieuwe producten van Catrice laten zien. Dit heeft even een korte uitleg nodig, want de update met nieuwe producten was al in augustus. Dat klopt. Ik heb gewoon nog niet eerder de tijd gehad om deze video op te nemen. En ik weet ook dat er inmiddels al heel veel video's zijn verschenen met die nieuwe producten waarin YouTubers ook daadwerkelijk testen. Dat ga ik in deze video ook niet doen. Ik ga ze niet swatchen. Ik ga er niks van testen. Het is gewoon puur dat ik wil laten zien welke producten ik gewoon er erg leuk uit vond zien. En waar ik dus zelf heel nieuwsgierig naar ben. Ik weet ook gewoon absoluut nog niet hoe de producten zullen gaan bevallen. Maar ik wilde toch gewoon deze video opnemen om gewoon te laten zien waar ik zelf heel benieuwd naar was. Dus mocht je het leuk vinden om te zien welke producten ik heb uitgekozen om te gaan testen de komende tijd, waar ik zelf heel nieuwsgierig naar was, zou ik zeker zeggen, kijk gezellig mee met deze video. In dit koffertje zitten de producten en het zit relatief vol, dus ik ga de producten er ook gewoon random uithalen en ik ga jullie gewoon laten zien wat ik heb uitgezocht, waar ik benieuwd naar ben. Het eerste product wat ik hier heb, dat is deze siliconen make-up blender. En dit is natuurlijk vrij nieuw in Beautyland. Tegenwoordig is het leuk om heel veel van dit soort producten uit te brengen. En dit is het nieuwste. Ik vond het ook leuk dat Catrice dit in het assortiment heeft gebracht. Ik ga het ook even openmaken, want ik weet zelf helemaal niet hoe dit aanvoelt of zo. Oh, dit voelt echt siliconen aan. Je ziet ook gelijk weer die letters van Catrice erop. Het voelt echt heel gek aan. Hiermee zou je dus heel makkelijk foundation kunnen aanbrengen. Ik ben heel benieuwd of dat dit gaat werken. Het voelt echt super gek. Echt, ja, een beetje bijzonder. Trouwens, alles wat een creamy substantie heeft, kun je dus hiermee aanbrengen. Dus bronzer, blush, highlighter, concealer, foundation. Zolang het maar echt creamy is, staat hierop. Dus ik ben wel heel benieuwd. Ik vind het voelt zo heel gek aan. Dus het gaat mij heel benieuwen wat dit gaat doen. Ik heb ook totaal nog helemaal niks van dit soort producten getest. Dus ik ben heel benieuwd. Het voelt gek aan, maar ik vind het leuk om deze te gaan testen. Dan kwamen ze ook met een strobing blush en die ziet er zo uit. En deze heeft de naam 020 Mrs. Rosalie Betty. Ik vind ook die achterkant is roze, vind ik leuk gedaan. Je hebt vier kleuren blush in dit paletje zitten. Ik vind ook die, zoals bij dit, dat ze hier ribbeltjes hebben aangebracht, vind ik wel heel leuk. Ik denk dat je deze kleuren zowel gecombineerd als los van elkaar kunt gebruiken. Ze hebben inderdaad een beetje de berry tinten, maar ik ben wel heel erg benieuwd. Ik vind het zelf normaal altijd fijner om iets gecombineerd te gebruiken. Maar misschien vind ik het wel heel mooi om deze ook los te gebruiken. Al vind ik dat wel een beetje lastig, want het zijn natuurlijk best wel kleine gedeeltes waar je in kunt dippen. Dus het lijkt mij dat je eerder dit zo met je kwast gaat doen. Maar dat ga ik dus zeker testen. Ik vind het ook wel leuk, want dat strobing is natuurlijk wel een dingetje wat terugkomt dat er nu ook een blush van is gekomen. Dan heb ik een nagellakje en dit is de Grown Infusion Nail Lacquer. En die ziet er zo uit. Ik heb de kleur 04 Unexpected Red. En deze heeft dus inderdaad zo'n rode... Ja, het ziet er een beetje rood uit. Ik denk dat hij op het cameraatje iets anders overkomt. Maar goed. Het heeft zo'n dop. Dat zie je de laatste tijd natuurlijk heel veel bij Catrice. Dat ze die doppen gebruiken. Want daar zijn ze natuurlijk mee begonnen met die Eco Nails. En het ziet er zo uit. Dus op zich. Ik ben wel heel benieuwd ook naar dat... Naar dat chrome effect. Want dat chrome zie je natuurlijk de laatste tijd ook heel erg veel. Dus ben ik ook heel benieuwd. Nou, het ziet er heel erg mooi uit in ieder geval.
Dan kwamen ze ook met een nieuwe bronzer. En dat is de Sunlover Glow Bronzing Powder. Die ziet er zo uit. Hij heeft de naam gekregen 010 Sunkissed Bronze. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb in mijn assortiment... in mijn stash moet ik zeggen... heb ik al zo'n soort bronzer en ook een highlighter... die ze dus ook al eerder hebben uitgebracht die in het assortiment zitten. En deze hebben zo'n baked effect. Dat kun je nu heel duidelijk zien. Hè? Ze hebben een bolle kant. En ik moet zeggen, over die producten ben ik echt heel erg tevreden. Ik vind dit er op zich ook wel goed uitzien. Ook die highlights die je erin ziet zitten vind ik wel leuk. Dus het ziet er wel heel veelbelovend uit. Ook die gouden rand vind ik heel mooi. Dus ik ben heel benieuwd. Ik vind sowieso die verpakkingen van Catrice altijd wel heel erg mooi eruit zien. Dus zeker ook heel benieuwd naar deze bronzer. Dan een lipproduct en dit is de Liquid Lip Powder in de Ultra Mat variant. Deze zou dus heel erg mat moeten zijn. Ik heb hem in de kleur 070 Café Americano Please Made in Italy. Het ziet er wel heel erg mooi uit. Hij heeft ook inderdaad zo, de verpakking is ook mat. Ik ga wel eventjes kijken naar de applicator, daar ben ik benieuwd naar. Het is een vrij kort borsteltje als je het mij vraagt, maar... je ziet al wel een beetje die matte kleur hierop zitten. Dus op zich ziet het er wel goed uit. Ik ben heel benieuwd naar hoe de kleur op mijn lippen zal staan. En ja, de langdurigheid en het matte effect uiteraard. Dan heb ik een Strobe to Glow Highlighter Stick. Catrice die was nog niet zo heel erg van producten in stickvorm. Maar daar zijn ze nu mee begonnen. Deze zou een daily finish hebben. Hij ziet er zo uit. Je ziet ook heel goed dat die glimmende verpakking. Ik heb hem in de kleur 020 Space Queen Silver Rose. Hij ziet er zo uit. Op de camera komt het glimmende effect iets minder over. Maar als ik hem zo zelf zie, ziet hij er echt heel glimmend uit. Ik vind het er heel mooi uitzien. Ik ben heel benieuwd of dat deze ook dit mooie effect op mijn gezicht gaat hebben. Als ik hem zo zie, zou ik denken dat hij echt een... heel erg uitspattend effect gaat hebben. Maar dat ga ik natuurlijk testen. Dus heel erg leuk dat ze nu ook met deze stick zijn gekomen. Dan kwam er ook weer een nieuwe oogschaduwpaletten. En dat is de Ultimate Chrome Collection Eyeshadow Paletten. En ze zijn natuurlijk vorig jaar begonnen met die nieuwe oogschaduwpaletten. En dit is dus een oogschaduwpaletten met chrome effects. Deze heeft de naam 010 Height & Light gekregen. Op de achterkant zie je ook weer een korte tutorial waar je... wat kunt aanbrengen, wel handig als je daar nog niet zo goed in bent. Zo ziet het palet eruit. Die kleuren zien er wel echt heel mooi uit. Het zijn ik wel vooral shimmer kleuren. Ook die Lights and Sculpt. Die hebben ze natuurlijk weer aangebracht. Ziet er wel heel tof uit. Ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop dat die heel veel pigment gaat hebben. Want als ik dit zo zie staan, ik denk dat het effect of het pigment misschien niet zo heel goed zou kunnen zijn. Maar wie weet gaat het me heel erg verrassen. Dan kwam ik deze gel topcoat tegen van de Iconeils lijn. Die zit in een doosje en deze belooft de nagellak tot 10 dagen te laten zitten. Ze zijn natuurlijk vorig jaar gekomen met die Iconeils. En ik moet zeggen, daar was ik niet tevreden over. Je kon dit gebruiken zonder top en base coat. Nou, dat werkte voor mij echt helemaal niet, want het bleef echt heel kort zitten. Het chipte snel. Nou ja, was niet zo'n succes. Nu hebben ze er dus een gel topcoat bij aangebracht met een hele mooie zwarte verpakking. Ook weer zo'n dop. Ik denk aan gewoon kwastje. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Deze producten die drogen zonder lamp. Dus dat vind ik wel ideaal. Je hoeft hier geen gel of UV-lamp voor te hebben. Dus dat is wel ideaal. Dus ik ben benieuwd of die lakjes nu toch langer gaan blijven zitten. Dan dat ze doen zonder zo'n product. Dan heb ik nog een nagellakje en deze komt uit de Brown Collection. En die kwam natuurlijk nieuw. Ik vind die verpakking al prachtig. Die goud... rosé details, echt heel mooi. Ik heb hem in de kleur 04. Unmistakable Style. En het ziet er echt wel heel veelbelovend uit. Ik heb ook eigenlijk nog niet echt heel veel bruine nagellakjes. Dus misschien is dit wel echt heel erg tof. En vind ik dit wel heel erg mooi. Daar ben ik heel benieuwd naar. Dus dat ga ik zeker testen.
Dan brachten ze ook een mattifying powder uit. En deze heeft een color neutralizer effect. Die ziet er dus zo uit. Een poeder met verschillende kleuren. Hij heeft de naam 010 Natural Balance gekregen. En het ziet er wel heel erg leuk uit als ik het zo bekijk. Je ziet ook duidelijk weer dat logo terugkomen. Ik ben benieuwd of dat het gezicht hiermee nog geneutraliseerder gaat worden. Dat ga ik zeker testen. Ik vind de kleuren die gebruikt zijn leuk. Het ziet er wel heel erg mooi uit zo het geheel. Maar we hebben natuurlijk niet alleen wat aan hele mooie producten. Het moet natuurlijk ook nog eens hopelijk doen wat het belooft. Dan heb ik de Aquafresh Highlighting Eyeshadow. Dit is dus een oogschaduw op waterbasis. Die ziet er zo uit. Zit in een potje. Ik heb hem in de kleur 020 Luminous Sensation. Ik ga hem even openmaken om even te kijken hoe dat er dan uitziet. Want daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Het ziet er zo uit in het potje. Je ziet heel duidelijk dat het op waterbasis is als je het mij vraagt. Want je ziet echt dat natte effect er bovenop. En ik ben heel erg benieuwd of dat dit mooie highlights gaat hebben. Het ziet er veelbelovend uit zo als je het mij vraagt zo in het potje. Ik vind de verpakkingen van Catrice ook altijd heel mooi. Toen kreeg ik het potje niet meer dicht trouwens. Maar ik ben heel benieuwd of dat dit een mooi effect gaat geven deze. Dan heb ik nog een product voor de nagels. En dat is de Powder Volume 3D Topcoat. Dit is dus een topcoat. Ik weet niet of de topcoat ook blauw gekleurd is. Of dat dit de kleur van het flesje is. Dat durf ik niet te zeggen. Maar deze belooft weer een hele mooie powder volume. En ik ben dol op topcoats. Hoe glimmender, hoe beter. Dus ik ben echt benieuwd naar dit effect. Wat dit voor de nagels gaat doen. Ik ben dan toch heel benieuwd of dat dit... Ik denk dat dit gewoon doorzichtig is, jongens. Ja, kijk, het is gewoon een doorzichtige topcoat. Dan is het flesje waarschijnlijk blauw. Ziet er ook leuk uit. Veelbelovend als je het mij vraagt. Dan brachten ze ook een Light Correcting Serum Primer aan. Deze heeft de naam 010 Candlelight. En dit is de eerste primer... Ja, in combinatie met een serum die ook in een flesje zit. Want normaal brengt Catrice en primers uit in tubes. Ik denk dat dit ook gewoon zo'n... Ja, kijk. Wauw, het ziet er zo wel heel erg mooi uit. Dus ik ben echt benieuwd. Ik denk echt dat dit een heel erg mooi product kan gaan zijn. Wat echt lekker veel echt op gaat lichten. Dat, als ik het zo bekijk, ziet het er veelbelovend uit. Ik vind het ook mooi zo in dat flesje. Ik vind het echt heel erg mooi gedaan, als je het mij vraagt ook. Dan kwam er ook een blush stick uit. En dat is de Matte to Cheek Blush Stick. Met een powdery finish. Deze ziet er zo uit. Als je die dan weer bijvoorbeeld vergelijkt met die highlighting... zie je heel erg mooi dat verschil tussen dat glimmende en, of het glimmende en het matte. Vind ik altijd heel mooi. Ik heb hem in de kleur 020 Peach Fiction. Natuurlijk even de kleur bekijken. En wauw, ik vind hem er heel mooi uitzien. Ik ben heel erg benieuwd naar die finish. Hoe dat gaat zijn. Het ziet er echt wel heel erg mooi uit. Ik hoop dat hij veel pigment gaat hebben. Ik had de kleur nog donkerder verwacht. Maar ik heb vooral gekeken naar deze rand. Hier zo. En de kleur bovenop. Maar ik vind de kleur hoe die eruit ziet echt super mooi. Dus ik ben echt heel erg benieuwd hoe dit gaat zijn. Ik vind altijd wel dat je deze producten extra moet blenden. Omdat je anders die vegen ziet van zo'n stick effect. Maar dat ga ik natuurlijk testen. Dan ook een nieuwe eyeliner. En dit is de Glamondol Super Black Liner in de waterproof variant. Belooft 16 uur te blijven zitten. Ziet er zo uit. Een beetje blauwe tekst. Dat zie je vaak bij waterproof. Het puntje van deze eyeliner is echt super fijn. Dus ik denk dat je hier heel precies mee kan werken. Maar ik ben ook vooral heel erg benieuwd of dat die echt waterproof gaat zijn. Dat is natuurlijk altijd de vraag. Maar dit soort puntjes zie je natuurlijk tegenwoordig heel vaak bij eyeliners. En ik ben echt heel erg benieuwd, gaat deze waterproof zijn? Dan ook een nieuwe mascara. En dat is de Glamondol False Lashes Waterproof Mascara. Volgens mij hadden ze al een gewone False Lashes Mascara. Maar dit is dus een waterproof variant. Ziet er blauw uit. Heel erg leuk als je het mij vraagt. Ik ga even kijken naar het borsteltje. Dat vind ik persoonlijk altijd heel belangrijk. Hij heeft een beetje een ronde vorm. Hier kun je op zich wel heel erg goed alle wimpers mee raken. Dat,
Die ervaring heb ik wel. Ik ben zelf niet zo heel erg dol op deze borsteltjes. Want het ziet eruit als een siliconen borsteltje. Dus daar word ik nog niet gelijk heel enthousiast over. Maar ik ga het gewoon testen. En ik hoop dat het heel erg goed gaat bevallen. En ik hoop echt dat ik valse lesjes krijg met waterproof effect uiteraard. Dan kwam ook uit de Glam & Doll lijn een volumizing mascara primer uit. En deze heeft een triple boost en bevat arganolie. Hij heeft de naam gekregen 010 Organic Milk. Het ziet er zo uit. Die witte verpakking valt wel lekker op in je stash, denk ik zo. En het is een witte mascara. Het is dus een primer. En ben ik wel benieuwd. Nou, het borsteltje ziet er heel fijn uit overigens. Ik heb natuurlijk wel eens mascara's getest die twee kanten hadden. Dan hebben ze een wit gedeelte en een zwart gedeelte. En vaak is het dat heel moeilijk te dekken is, zeg maar. Dat je dat witte gedeelte niet meer ziet. Maar ik ben hier wel heel benieuwd naar. Want ik heb eigenlijk een gewone losse primer nog niet eerder gezien bij andere merken. Alleen in combinatie met een andere mascara. Dus zo'n dubbele, zeg maar. Dan heb ik de Liquid Lip Powder met Metal Matte Effect. Deze heeft de naam 060 Breaking Nudes Made in Italy gekregen. En deze die heeft uiteraard ook weer zo'n korte applicator. En je ziet al een heel klein beetje dat metal effect terug. Maar ik ben heel benieuwd hoe dat op mijn lippen eruit gaat zien. Want ik weet niet zo goed wat ik hiervan moet gaan verwachten. Maar het ziet er wel veelbelovend uit. Dat vind ik dan ook wel weer leuk als ik hem naast de matte variant leg. Want dan zie je heel, heel erg ook weer dat matte effect en die glimmende. Dus dat vind ik wel heel leuk gedaan dat ze twee varianten hebben uitgebracht. Dan heb ik het Allround Color Correction Palette. En dit is weer zo'n palette. En ze hebben hier ook al een contourpalette van uitgebracht. En ook een concealerpalette. En deze belooft dus weer bepaalde dingen te kunnen correcten, zoals het er staat. Die bepaalde kleuren natuurlijk, die hebben bepaalde doelen voor je gezicht. Ik vind de kleuren wel heel, heel bijzonder gekozen. Ik vind het er wel heel leuk uitzien. Het heeft denk ik wel weer zo'n poeder effect. Ik vind het vaak wel moeilijke producten om aan te brengen doordat ze niet zo heel creamy zijn. Het ziet er vrij stug uit, maar misschien met aanbrengen dat ik het wel minder stug vind. Ik denk ook in combinatie met die poeder dat dit wel een hele goede combinatie zou kunnen zijn als dit allebei werkt. Dan ben ik bij het allerlaatste product aangekomen en dat is de Professional Makeup Techniques Face Palette. Dat ziet er zo uit. Heel erg mooi paletten, zo in een doosje. Hierin zitten bronzerkleuren, je hebt blushes, je hebt een highlighter en een poeder. Het zijn allemaal matte producten als ik het zo zie. Het is voor contouring, draping, strobing en individueel perfection. Dus we gaan eens even bekijken. Ik ga hem eens eventjes eruit halen. Het is echt een heel mooi palet. Hè? Het heeft ook, nu heeft hij natuurlijk nog die, dit. Dus dat laat ik ook even zitten om het mooi te houden. Maar het is echt wel heel erg mooi hoor, wat Catrice heeft gedaan. Want zulke paletten ben ik nog niet eerder tegengekomen. Achterop ook nog weer even die afbeelding. Maar nu ga ik natuurlijk kijken. Wow, dit ziet er toch echt prachtig uit jongens. Heeft een grote spiegel. Je ziet hier de contouringkleuren en ook de blushkleuren en de highlighters. Leuk ook weer zo'n plaatje erop. Er zit ook een heel klein borsteltje bij of dingetjes zie ik hier. En ik had dus verwacht dat dit misschien ook creamy producten zouden zijn. Maar zoals ik het zie zijn het gewoon poederproducten. Dus wauw, ik vind dit echt prachtig. Ik ben hier echt super benieuwd naar. Dus ik kan eigenlijk ook gewoon niet wachten om dit gewoon te gaan testen. Want wauw, hoe mooi ziet dit eruit. Gewoon het hele palette al. Dit vind ik echt een plaatje. Dus Catrice heeft daar echt heel veel moeite in gestoken. Dat vind ik echt heel erg mooi gedaan.
Dan waren dit de producten waar ik zelf heel benieuwd naar ben. Ik ben blij dat ik deze video toch nog heb op kunnen nemen. Ook al is hij wat relatief laat. Maar ik ben zo benieuwd naar de producten dat ik het nu leuk vind dat ik ze ook gewoon kan gaan fotograferen en gaan testen. Dus ja, dat vind ik super leuk. Ik ben eigenlijk benieuwd of jullie misschien al producten die ik heb laten zien al hebben getest en wat jullie daarvan vinden. Misschien ben je ook wel benieuwd naar producten die ik heb laten zien. Laat het zeker weten in de comments. Van deze producten zullen reviews online komen op mijn blog. Dus het linkje van mijn blog staat ook in de beschrijving. Mocht je daar benieuwd naar zijn, laat het zeker weten. Mocht je nou zeggen, nou, er zit een product bij waar ik heel snel graag een review van zou willen zien, kun je dat natuurlijk ook altijd even laten weten. Ik kan heel gemakkelijk schuiven met mijn producten en dan kan ik die gewoon wat sneller online zetten. Mocht daar... mochten mensen dat gewoon leuk vinden om snel te zien. Ik wil je voor nu heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het toch leuk vond om te zien, ondanks dat deze video relatief later kwam dan gepland. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren natuurlijk. Vond je deze video leuk, zou ik het leuk vinden als je een duimpje omhoog doet. En dan hoop ik je snel weer te zien bij mijn volgende video. Doeg!